Hallo allemaal, ik ben nu terug van sporten en heb je lekker gedoucht en gegeten? Ik had gisteren beloofd dat ik vandaag met jullie een DIY ga doen met nagellak. Nou, beloofd, beloofd. Dus ja, dat ga ik doen. Ik ga maken. Nou ja, ik heb allemaal verschillende roze uitgekozen. Want mijn moeder die had nog een paar over. En die mocht ik dan gebruiken. En daarmee ga ik allemaal kleine stipjes op mijn nagels zetten. En dan ga ik met folie. Deze. Daar ga ik dan, daar leg ik mijn nagel onder. En dan wrijf ik een beetje, want ik krijg een heel leuk effect. Ik heb deze droger gepakt, maar je kunt ook gewoon blazen. 5 tot 10 minuutjes. Ik vind dit handig, maar ja, je kan zelf weten. Nou, ik denk dat we zo'n beetje wel kunnen beginnen. Ik heb het toch maar even anders gedaan. Mijn 8 kleuren die heb ik in 2 verdeeld. Want ik probeerde het net te doen, alleen ja, het werkte niet zo goed. Dus ga ik nu eigenlijk, dus ik begin met deze 2 bijvoorbeeld. Begin ik met mijn duim en dan doe ik eerst een helft. Helft deze en helft deze. Dat vind ik, dat dacht ik dat jullie dat ook wel leuk vonden. Dan begin ik even hier, want dat vind ik dan makkelijk. Dan pak ik, ja. Ik denk dat ik dan eerst even 20 seconden of zoiets hou ik mijn vinger hierop. En dan tel ik rustig in mijn hoofd van 1 tot 20. Oh, heb ik dus 20 seconden mijn vinger erin gehad. En dan, ja, dan doe ik deze kleur erop. Ik doe een heel klein beetje. En ik vind dit dus heel leuk staan. Zo is het uiteindelijk geworden. En dat ga ik met al de andere nagellakken ook doen. Dan begin ik maar met deze. Heel machtig was en door iedereen werd gevreesd. Op een dag. Het gaat een beetje moeilijk open. Ik keek in de kamer en daar zag ze een heel bed gekleed met de mooiste rapontjes. En die waren zo fris en zo groen dat ze. Ga ik weer met de donker beginnen? Ze zag ze er bleek en ellendig uit. Toen kreeg haar man bang en vroeg: wat scheelt er aan, lieve vrouw? Ach, zei ze, als ik geen rapontjes uit de tuin achter ons huis kan krijgen, dan zal ik sterven. De man. Heel veel van haar en dacht, voor je je eigen vrouw laat omkomen, moet je haar maar van die Rapunzel hebben. Dat het dan ook. Dat is wel mooi, hè? Thank you.
heb ik gemaakt. Ik vind het echt super leuk. Ik hoop dat jullie deze ook zouden maken. En ja, nou, ik vind het gewoon super leuk. En als jullie hier toch wat aan hebben gehad. Nee, ik ga sowieso meerdere video's maken. Maar ik zou het toch fijn vinden als jullie een like op deze video zetten. Want daar word ik blij van. En daar maak ik ook. Daardoor krijg ik meer creatieve ideeën. En daardoor word ik heel erg blij. Doei! Ik hoop dat jullie de volgende keer weer kijken.